Yo, what up guys, it's your boy Denaden met, jawel, na 48 afleveringen, toch een aflevering 49. Waarin ik eigenlijk puur nieuwsgierig het gewoon niet laten kan om te stoppen met deze game op te nemen. Dus besef, ik heb hem net voor het avondeten uitgespeeld. Fucking hard genoten. 48 afleveringen heeft het geduurd. Maar God of War is nog niet klaar. God of War is niet klaar. Met als voorbeeld, als je hier je kaarten bijpakt in het Rivierenland, in Midgard, dan zie je dat we nu in onze allereerste startregio staan. Het heeft natuurlijk ook wel zo zijn charme om waar je reis ooit is gestart, daar ook weer te eindigen. En regio Wildwoud is voor 66% voltooid. En zo hebben we heel veel gebieden die niet helemaal zijn voltooid. Willen we de Platinum Trophy halen, dan zullen we toch echt alles moeten doen. Zoals je ziet is Midgard voor 93% voltooid. Dus het is niet veel meer. 93% pittig. Alfheim, waar overigens een nieuwe Valkyrie op de kaart staat, is voor 76% voltooid. Dus ook daar bijna alles gedaan. Dan is Helheim geen idee wat je er voor de rest nog kan of wat je er vinden kan. Maar deze Valkyrie is hier in een hidden chamber toch nog te verslaan. En staat daarom om en bij de 37%, rond de 40%. Maar zoals je ziet heb ik ook heel veel artifacts en raven gemist. Dus dat zullen we ook moeten zoeken op de een of andere manier. En dan hebben we Jotunheim, daar waar de game eindigde. En dan hebben we Muspelheim, waar het gaat om mystieke poorten en ook inderdaad een Valkyrie. Dus die zit op 28%. Dus startend met Midgard en dan zo de gebieden afrondend ga ik verder in deze aflevering 49 van God of War. Bij regio Wildwoud, ons huis, Atreus staat daar. Als je kijkt dan kan je op deze manier, ik zal het jullie even laten zien. Ik dacht even dat ik wat zag. Kan je op deze manier het bos intrekken. Hier links is de steiger met ons bootje. Hier is het bos. Met de bekende waterval. En eigenlijk ons bekende startersparcours. En het zou pas vet zijn dat als we hier langs rennen, dat Atreus zo nu en dan nog wat teksten zegt tegen zijn vader. Zo van, ah, hier begon het allemaal of zo. Gewoon dat soort dingetjes zou het nu nog verkennen van de wereld extra tof maken in mijn opinie. Dat zou toch weer een extra toevoeging geven aan nog een keer door een gebied heen gaan waar je eigenlijk al geweest bent. Maar goed, dat is dus allemaal mogelijk. Hier zie ik zo 1, 2, 3 niveau. Dus ik ga dan ook daadwerkelijk allereerst naar de verborgen kamer die ik zo lang niet kon openen. We hebben natuurlijk nu al een redelijk lange tijd. Hebben we zo'n drakentand op zak en nu kan dat dus inmiddels wel. Dus het eerste wat we doen, de blauwe wortels verwijderen. Ik vind dat die dudes best wel heel erg veel schade doen, hoor. Voor een paar draugers. Pittig. Erg pittig. Voor een begingebiedje, pittig insane. Het zou pas sick zijn als de physics dit soort stro in de fik hadden gezet. Met vuur. Dat is helaas dan weer niet het geval.
Ik dacht dat we dit gebied veilig hadden gemaakt, jongens. Nice, perfect elemental damage. Verder met die. Nice. Kijk, eindelijk kunnen we hier naar binnen. Dus je moet gewoon goed gebruik maken van die elemental damage. Ze in de fik zetten als ze bijna in de fik staan. En ze laten bevriezen als ze bijna bevroren zijn. Klinkt logisch, maar dat is toch het meest effectief. Dit is wel echt een vet systeem. Het blijft een vet systeem. Hierachter is geen Valkyrie. Dit is puur een verborgen kamer. Want anders had no wonder we can never get in there. 5 van de 7. Een verborgen kamer. Waarschijnlijk ook eentje van Odin. Maar inderdaad, best wel bijzonder dat het al die tijd naast ons huis was. Maar het is als het goed is geen plek van de Valkyries hoor. Anders had hij toch wel op de map gestaan, jongens. Het ziet er wel echt uit als een Valkyrie location. Best wel gek hoor. Wat als het er wel een is, hè? Raar, dat stond niet op de map van Midgard. Maar dan moet ik echt mijn borst gaan nat maken hoor. Die Valkyrie gevechten zijn echt fucking heftig, hè? Niet te geloven. Het is er gewoon wel een. Hè? Of is het iets anders? Nee, dit is geen Valkyrie. Dit is een wereldscheur. Dus het is wel een lift met een verborgen kamer, maar het is een wereldscheur. Geen idee ook waar de raven zouden moeten zijn. Maar de raven ga ik echt buiten de opname doen. Het is leuk, maar die ga ik echt zeg maar vanavond laat, wanneer mijn renders aanstaan of zo, ga ik een powerpicks guide erbij pakken. En dan fix ik alle raven. Want ik zit namelijk al op, wat is het? 38 van 51 of zo. Dus dat betekent dat ik echt al super ver op weg ben. En dat het maar om 12 of 13 van die dingen gaat. Yo, hallo. Wat is dit nou, joh? Daar. Een pakketje. Als het goed is kwam hij hier gewoon random vandaan. En is er voor de rest niks. Nou, we gaan het zien. Geen Valkyrie. Maar wel dit. Zo hé.
ondanks dat het hoogniveau enemies zijn, was dit echt easy peasy, man. Wat? Wat is dit? Zorgt voor een kleine hoeveelheid constante gezondheidsherstel. Dat is echt fucking sick. Die moet ik ook echt gaan instellen. Met pijn in mijn hart. Pijn in mijn hart deed ik die ene betovering weg, maar krijg ik er wel een bizar goeie voor terug. Boy, over here. Wow. Yes, sir. Een dwerg? You fucking what, mate? Ah, I was wondering about this. Ik hoor geen collectibles en dat doe ik op de raven. Ik zie hierachter wel een poort, maar kan niet open, denk ik. Nee. Nee, ik denk dat ik hier klaar ben. Dit was gewoon ja, een beetje content in Wildwoud. Maar voor de rest, daar gaat het dus nog om nog niet ontdekt. Yo, wat de hel bedoelen ze dan? Hey, wait for me. Wat is hier nog niet ontdekt? Doe even normaal, joh. Ik zou niet eens weten waar ze op doelen. Nou, ik kan je ook meteen laten zien. Rivierenland. Het gaat nog om één artefact en één raaf. Niet interessant. Gaan we ook lekker niet doen. Gewoon uitgezoomd helemaal hier. Bijna alles gedaan. Er is blijkbaar wel nog één verhaallocatie. Ik heb niet eens een idee wat het dan zou moeten zijn. Ik gok dit. Dat zou zomaar eens kunnen. Wat dit een verhaallocatie is. Ik probeer goed rond te kijken. Het gaat op de meeste plekken echt alleen om raven. Dus mijn terugkeer naar bepaalde gebieden. Hier ook Tamur's resten. 100% voltooid. Hier, 100% voltooid. De berg. Wat hebben we hier? Hier is nog een stukje. De mijnen van Wieland. Daar hebben we nog een compleet niet ontdekt stuk. Nog niet ontdekt. En dat is eigenlijk hetzelfde verhaal met Wildwoud. Er is hier iets. Het gaat of om een artefact. Of om een raaf. En dat continu op heel veel locaties. Waardoor ik het niet 100% heb gehaald. Maar is dat de moeite waard? Nee. Het enige wat hier de moeite waard is, is deze locatie die erg interessant is. De Raad van de Valkyries. Die 8 thrones. En daarvoor gaan we ook zeker nu naar de volgende wereld. Alfheim. Daar hebben we zeker nog wel het een en ander te doen. Artefacten te vinden. Maar er staat ook best wel veel nog niet ontdekt. En ik denk dus dat dat achter bepaalde deuren zat. Deuren die niet geopend konden worden, wie ik inmiddels wel kan openen. En dat zou ook zomaar eens dit kunnen zijn, door dit soort pilaren. Volgens mij heb ik dat ook allemaal nog niet ontdekt. En deze hele poort naar de Valkyries ken ik niet. Dus wat we simpelweg gaan doen, is reizen naar Alfheim. En ondertussen zal ik dan wat research doen over wat er nou precies niet ontdekt is in Midgard. En in Wildwoud. En op dat soort gebieden. Want ik heb eerlijk waar geen flauw idee. En dat is best frustrerend, kan ik je vertellen. Jongens, ik ben toch teruggegaan naar de verborgen kamer. Het zat me niet lekker. En wat blijkt... Ah, inderdaad, die freaking vogel. Hebben we nu dan het gebied afgerond? Staat het er nu als 100%? Ja, een raaf gedood. Inderdaad, dit is dus een raaf die geen geluid maakt. Nu hebben we 100% gehaald. Yeah, lekker hoor. De rest van de raven en shit ga ik lekker buiten de opname doen. Op naar fucking Alfheim, let's go. Zo, welkom in Alfheim.
aparte aflevering, hoor. Will you give him a little privacy? The kid just found out he's a giant. He doesn't need you interrogating. Brock, you knew? Oh, we knew Faye was the last guardian of the Jotnar left in Midgard. That's why we made for the axe. We hoped it could restore the balance of power. After Thor went all Breezer with our hammer. Though in the end, it seems she chose another path. She chose, well, you. Both of you. I suppose she figured that was the best chance for the Giants to live on. And now, I suppose, that's up to you. How about that? A young Jotun with us the whole time. And the son of Laufey, the just... I should have seen... Come, boy. Abrupte onderbreking. I missed its gentle breeze and the sweet smell of honeysuckle and blood. Well, judging by the sky, the light elves are in control of the light this time. Explain. You see, the light elves and dark elves are always fighting over the light. That part we know. But did you also know that control of the light has changed hands no less than 213 times? Really? It's true. Each side believes itself the rightful keepers of the light and argue they're simply fighting for survival. But the fact of the matter is, the war has been going on so long, they don't know who they are without it. What are circles? What does it say? Sir! Ik wist niet eens dat ik die had overgeslagen. What does it say? It's about the eternal war for the light. Do you think it'll stop now after what we did? Unlikely. Ja, precies. Unlikely. Als ik het zo hoor, gaat het nog wel eventjes oneindig door. 213 keer is... Ja hoor, rot op. Nog steeds. Zijn ze er weer. Hani Nishna. Thanks, kutelven. Het zal lastig worden hier echt daadwerkelijk goed te overleven tegen zulke overpowered kutelven. Maar er moet toch wel een manier zijn, ga ik vanuit, om hier ook nog wat andere dingen te ontdekken. Want er was hier nog best wel veel. Ik zit op 76% completion, geloof ik. Er zullen vast en zeker nog wat raven zijn, artefacts. Kijk, dat zijn die standaard dingen die ook niet heel interessant zijn. Die ik gewoon kan slopen buiten de opname. Maar er zijn ook wel interessante dingen. En dan moet je vooral denken aan Hidden Chambers, Valkyries, bla bla bla. Svartalfheim means land of the dark elves. Right? Right. But you said the Dark Elves have been here now for a really long time. And anyway, aren't dwarves supposed to be from Svartalfheim? They don't look like Dark Elves. Don't you think so? Then you are vastly more perceptive than the Aesir. They're the ones who apparently can't tell the difference. And they're the ones who came up with that name. Dwarves actually call their home realm Nidavellir. So the Dark Elves aren't from Svartalfheim at all? Not even a bit. They're just elves of another color. Nobody knows who came first, but they all come from Alfheim. Why do they fight all the time if they're really the same? That is adorable. Huh? It is the way of the world. Oh. Well, that's sad. Kinda. Fucking mooi gebiedje dit, maar het gaat om totale synchronisatie. Om totale completion. It is beautiful, I know.
Maar dan moet hier nu ergens een verborgen kamer zijn. Wat de hel gebeurde daar? Oh, het klinkt hier echt super gezellig. We zijn inderdaad bij het goede punt aangekomen. Ja, anders ik wel. Ik ben blij dat ik mezelf ben. Nee, oké, dit hebben we gedaan. Cool. Hey. Oh, verkeerde knop. What the fuck? Dat ik die nooit heb gezien, joh. Kijk, 43 van 51. We zijn echt al die tijd fucking goed bezig, hoor, met die collectibles. En nu gaat er iets onmogelijks komen, denk ik. Het verslaan van een Valkyrie. Maar dat is wel het laatste dat ik deze video doe. En dan gaan we in de volgende aflevering, hopelijk, de andere twee Valkyries verslaan. Om vervolgens de helmen op de thrones te leggen. Ben je er klaar voor, Atreus? Ik hoop het, mijn jongen. Het zal pittig gevaarlijk gaan worden. Ja, weet je wat het is? Ik vraag me nou af of de Valkyries continu moeilijker worden in difficulty. Of dat deze bijvoorbeeld ook makkelijker kan zijn dan de voorganger. Want de vorige was Eier. En die was fucking kut. Die had zo'n rare... wat was het? Volgorde in aanvalstactieken. Dat ik die weer moeilijker vond dan degene die daarvoor kwamen. Dus blijft een beetje gissen voor mij of er nou een logica in zit. Of dat gewoon elke Valkyrie zijn eigen aanvalstactieken heeft en het helemaal niks te maken heeft met deze is moeilijker dan de andere ofzo. We gaan het zien. Het is in ieder geval zwaar kut en super moeilijk. Elke keer weer. Max held. Let me guess, there's a Valkyrie in here. Yep. Well, are we gonna fight her? There's a trapped spirit in there. Quiet, head. Dude, ik moet wel. Ik heb niet echt een keus. Good luck, friends! Oh, deze is ook best wel moeilijk, hoor.
Oké, ik geef het gewoon een poging. Dit is first try. We gaan zien of het lukt. All rune. Oké, dit was poging 1. Poging 1. Ze is moeilijk, maar deze ziet er heel doable uit. Good luck, friends. Prima schade wel hoor. Prima schade, lekker hoor. Godverdomme. Toch weer net verkeerde timing, hè? Shit man, die is heel gevaarlijk. Pak eraan, pak eraan, pak eraan, pak eraan.
Ik had deze shit gewoon kunnen halen. Yeah. Eindelijk. Vleugel 2. En hiermee zit de part erop. Thank you. I am free. But why was I imprisoned? We think your queen did this to you. But why would Sigrun hinder our duty? That's the mystery we're trying to solve, milady. Can you think of any reason she would have to do this? No. Without the Valkyries, those who died in battle will not see Valhalla. Helheim will overflow with the souls of the departed, and drown Midgard in a sea of vengeful corpses. No greater shame exists for a Valkyrie. I must go. Attempt to staunch the bleeding. Farewell. En hiermee, beste kijkers, is deze aflevering erop weer 15.000 XP verkregen. I believe you have your answer, Head. The Queen opposes Odin. She imprisoned the Valkyries to defy him. Sigrun hated Odin, no doubt about that. But her duty, her responsibility. Would she really forsake these things to get back at Odin? Nah, I don't believe it. I do. Hate is stronger than duty. We have to find the Queen. We have to stop her. I'm sorry, Mimir. Aye. Don't be sorry. Best wel vet ding, man. Heel erg vet zelfs. Holy fuck. Ah, oh, die wil ik echt aan gaan trekken, man. Sigrun brought this on herself. Only wish... Well, wishing only gets you so far. How will we find her? I'm afraid I don't know. She could be anywhere. Any realm. We'll find her. We have to. All of Midgard is counting on us. Thanks voor het kijken naar deze episode. Ik hoop dat jullie hebben genoten. De volgende aflevering gaan wij naar de volgende werelden om de laatste twee Valkyries te verslaan. We kunnen maar alle helmen terugbrengen en dan zit het erop, als het goed is, het mysterie van de Valkyries. In ieder geval, thanks voor de support, thanks voor het kijken. Dit was stukje Alfheim, stukje Midgard, stukje Wildwoud. Helemaal cool. Tot de volgende, guys. Peace.